Mevrouw, kunt u het nog een beetje volhouden met die coronamaatregelen? Nou, een beetje moeilijk. Want? Ja, je wordt zo eenzaam. Je blijft alleen in huis, nou komen mijn kleinkinderen wel langs. Maar ik vind het niet meer leuk. Wat vindt u het moeilijkste? Dat je nergens heen mag. Als je naar een winkel wil, moet je een afspraak maken. Ja, het is wel vervelender nu natuurlijk, omdat je nu niet zoveel mag. Maar ik denk wel dat wel gewoon lukt. Ja. En hoe zit het met jou? Ja, redelijk. Ja, sommigen zijn lastig om je echt aan te houden. Maar ja, aan de andere kant denk je, het is ook nodig. Dus. Ja. We moeten wel. Het is niet leuk en het is wel pittig af en toe. Maar als je op jezelf woont, is het af en toe best eenzaam. Maar ja, we moeten en proberen het beste van te maken. Geef nu moed niet op. En ik wil doorgeven, sommige mensen moeten aan de regels houden. Ze houden niet aan de regels. Mondkap is verplicht. Ja hoor, heel goed. Ik vermaak me prima. Ik wandel met de hond. Ik heb genoeg hobby's, dus ik kan het heel goed volhouden. U zegt het letterlijk, een beetje volhouden. Maar we zijn er natuurlijk wel aan toe dat we toch eens een keer weer in een andere situatie terechtkomen. Ik begrijp dat u niet de enige bent, want heel veel mensen krijgen steeds meer moeite met de coronamaatregelen. Ja, natuurlijk. Ja, dat vind ik dus ook. En goed, nou zijn wij gepensioneerde mensen. Maar je zal maar een jong gezin met 3-4 kinderen over de vloer, met een school en met hun contacten of geen contacten. Dat wordt veel gecompliceerder nog. Ja, zeker wel. En wat doet u daaraan, als ik vragen mag? Afstand houden, zoals hier. En op de markt ook. Gewoon, en dan zo min mogelijk ergens naar binnen. Ja. Maar de 1 bezoekersregeling, die ga ik echt niet volhouden. Ja, ik wel. En mijn man ook. Hoe doen jullie dat? We houden ons bezig met allemaal andere dingen. We puzzelen nu, we fietsen, we lopen. Ja, je wordt zo eenzaam. Je blijft alleen in huis en dan komen mijn kleinkinderen wel langs. Maar ik vind het niet meer leuk. Ja, ik heb corona gehad. Ik heb de 2 prikken gehad. Dat keert mij niks. Ik zit de hele dag thuis. Ik vermaak me wel. Je moet je verstand op 0 zetten, hè? Hoe was dat voor u dat u zelf corona heeft gehad? Schrikken. Heel erg. Maar ik heb niks gevoeld van alles niet. U heeft wel klachten gehad door het corona? Ja. Ja, ik kreeg in 1 keer mijn been. Het was net of ik water in de been had. Heel erg. Ja. Heel erg. Ja. Maar is allemaal over. Hoe kijkt u naar het draagvlak voor de maatregelen onder de Nederlandse bevolking? Ja, het wordt wel moeilijker. Het wordt voor de jongeren vooral. Ik heb zelf 3 kinderen, dus ik zie dat zelf ook. Het wordt wel moeilijker. Ik denk nu hoe langer je zeg maar, die regels houdt, hoe meer mensen zeg maar, het steeds moeilijker gaan vinden. Maar ja, je kunt niet echt wat anders doen. Ja. Als we nou gewoon een beetje ons best doen, dan zijn we er hopelijk zo snel mogelijk vanaf. En dan hebben we gewoon een leuke zomer. Ja. Wordt zo gestrest, sommige mensen. Zo stil op straat. Laat maar die winkels open. 1,5 meter, vind ik. Veel mensen hebben er veel moeite mee, hè? Steeds meer. Ja, maar ik ben al alleen. Dus ik heb er dus niet zoveel moeite mee. Ja, ik heb dat zelf ook gewoon. Je krijgt toch meer lasten van. Het wordt zwaarder. Je wil gewoon je ding weer kunnen doen en weer wat vrijer zijn. Ja, dat ligt eraan wat voor activiteiten je buiten de deur wil gaan doen. Ik wandel en ik fiets. Ik haal mijn kleinkind zo op van school. Ja, en dan voor de rest nergens naartoe. En ik heb gelukkig nog een hondje, dus daar kan ik nog even mee wandelen. Dus dat scheelt dan weer. Tuurlijk, ik verlang ook wel op een terrasje zitten en noem maar op allemaal. Maar ja, nog eventjes volhouden, een paar maanden. En dan is iedereen gevaccineerd en dan kunnen we weer gewoon leven. Wat voor advies kunt u die mensen geven? Veel bellen met elkaar en zo en veel praten. En van wie moet het initiatief dan komen? Zelf doen. Ja. Zelf doen, alles dat zelf doen. Ja. Niet afwachten. Okay. Ik weet dat het voor iedereen heel lastig is, ook voor ons allemaal. Het is belangrijk om dit met elkaar door te staan. Ja. En toch wel even aan de regels te houden, totdat dit voorbij is hopelijk. Wanneer zie je licht aan het einde van de tunnel? Als die vaccinaties een beetje doorgaan, dus dat iedereen gewoon gevaccineerd kan worden of wanneer die besmettingen gewoon dalen, dat zou helemaal mooi zijn. Ja. En wanneer is het voor jou de vlag uitsteken?
Ja, inderdaad ook de vaccinaties, wanneer dat redelijk goed loopt. En gewoon straks misschien een beetje normaal vakantie kunnen vieren in de zomervakantie. Dat zou top zijn. Ja, en wat is de tunnel? Moet iedereen dan ingeënt zijn? Of tenminste 70%? Maar ik hoop dat wij in ieder geval, maar we zullen onze beurt afwachten, in mei, juni klaar zijn. Ik denk nog het hele jaar wel. Ik ben er bang voor. Ja. Ja. En ziet u dan licht van de tunnel? Oh ja, zeker hoor. Okay, ik denk dat het toch wel even helaas gaat duren, denk ik. Maar... Dus de vlag gaat nog niet uit voor je? Nee, dat denk ik niet. Nou, ik hoop toch wel half mei een keer. Als ik dan ook zo'n spuitje heb gehad, dan hoop ik toch wel weer een paar maanden weg te kunnen. Even kijken. Inentingen waar we het vlot te gaan. Ja. Ik denk van zomer. En dan kan de vlag uit wat u betreft? Ja, ik heb hem al klaarstaan. Ja. Nou, ik wil wel heel graag gaan wokken. Wokken? Ja. Nou, heeft u nog een advies voor iemand? Probeer jezelf te blijven. Juli of zo. En dan kunnen we ook mijn kleinzoon weer zien. En onze kinderen. Want onze jongste dochter die hebben we nog maar afgelopen jaar 2 keer gezien en buiten. Nou, ik zie het heel donker in. En ze hoe donker nou is donker? Ze gaan nou al praten over september. Nou, dus ik weet niet. Wat ga je het eerste doen wanneer het zover is? Naar de kroeg. Naar de kroeg, ja. Jazeker. Ja, hoor. Dat klinkt heel overtuigend. Ja, ik kan het wel volhouden. Het is wel te doen. En wat doet u daar allemaal aan om het vol te houden? Ja, we zoeken gewoon van alles uit. En ik ben overal met van alles en nog wat bezig. Maar we zouden één vraag stellen, toch?